Hey, hallo dames en heren, we zijn er in Winterswijk, samen met Robert van Maak natuurlijk. Yep. Als eerste keer naar Winterswijk, we gaan een dagje beleven, toch? Tuurlijk. Heb je al zaken gezien wat je heel veel ingaat of niet? Breakdance, poly, zwembob, movie travel tel. Maar we gaan ons dik vermaken. Ik wens jullie allemaal veel plezier met deze aflevering van Winterswijkse kermis. En ik weet niet hoeveel delen er eraan komen, maar dat zie je nog wel. Als je nieuw bent, vergeet niet te abonneren natuurlijk. Achter ons is de tv-stand. Daar kan je lekker muziek naar kijken. Je kan drinken, je kan eten, wat dan ook. Je hebt hele programma's bij elkaar. Nou, ik wens jullie allemaal veel kijkplezier bij Winterswijkse kermis. Maar voor mij is het de tweede keer. Maar voor hem de eerste keer. Klopt. Nou, let's go. Veel plezier bij kijken. Harde. Ja, ik heb ook mijn haar gestaan, maar... Nou, hier kan je frieten. Nou, heerlijke oliebollen kan je hier verkopen. Nou, hier kan je lekker biertje halen. Niels, lachen voor de ballen te hebben. Ook chocolade. Kan je een beetje. Maar gaan we met de kroon erop? Ik doe het wel op. Yeah. 6 euro allebei. 7 ballen. 1 keer. Nou, ga maar gooien, ja? Goed zo. Gooi ze er maar af. Natuurlijk kan je hier blikken gooien. Even zwaaien. Nou, dit jaar geen Koopman Express, want die staat in Groningen. Dus dat hebben ze omgewisseld naar Bugs & Peas. Dat is de lange tijd dat ik deze achtbaantje niet meer heb gezien. Maar blijf sowieso een leuke achtbaantje. De Bugs & Peas van Hendrix en Hinson. Heb je de Dremelen van Seat volgens mij? Een zeer mooie Dremelen. Ik vind het een mooie Dremelen op zich. Mooi oud. Zoals elk jaar weer terug deze grijpautomaten. Megabinner.nl. Pushes, dames en heren. En een hele mooie oldschool
bus van Poorten, de Zoonsfactory, is ook alweer terug in Winswijk. Vorig jaar zag ik hem ook, maar nu is hij weer terug van partij. En hier staan de trampolines, dames en heren. Grote trampoline. Ja, mooi, net op tijd. En hier staat een mooie konenkeet. Mooi comfortje. Vergelijk als de Fantasia race van Keima, hier heb je ook van die bruggetje. Wat ik van de Fantasia race ook heeft. Ja, dames en heren, daar is hij weer dan. Het snelste polyp van Nederland, op mijn mening. De make-up polyp van Schimmel Penning. Thank you.
Erik Webplug is weer teruggekeerd in Winterswijk, dames en heren. En ook weer terug in Winterswijk als deze pretens. Niet van mij, maar van Kordewijn. Met een mooi lapboard. De New York dancer geeft hij aan. Ik denk dat hij ook zo gaat heten, dames en heren. Want hij is helemaal in New York stijl. Winterswijk, lang tijd dat ik het niet meer heb gezien, maar het is nog steeds een mooie zaak. Echt een zeer mooie zaak. En de volgende zaak is inderdaad de Boomkapitaal. Met een XXL uitvoering, als net als vorig jaar. Alleen nog steeds geen water in. Nou. En deze Boomkapitaal is natuurlijk van Albus. Mooi van hout. Ja, hallo, ik hoor jullie niet. Zullen we een eventje doen? Oké, die andere lucht in. Ah, daar is hij al, de tap. Ja hoor. Daar is hij al, de tap. Komt ie dan, laatste rondje. Maar zo. De frontje daar zo is helemaal afgebroken. De breekijzers zijn ook al aan het bezig met afbreken. Hey, de laatste.
pretels ook al afgebroken worden. Hoi! Hoi! Afbreken, dames en heren. En gesloten. Alleen ik hoor nou helemaal geen muziek meer. Nergens hoor ik geen muziek meer. Want de dag is alweer voorbij, dames en heren. Oké, laatste rit. Laatste rond voor vandaag. Die kan mee door niet gaan stappen. Ja, dus jullie hebben het gehoord. Het is allerlaatste keer. Allerlaatste dag van vandaag. En Robert, hoe voel je vandaag? Superleuk. De eerste keer naar Winterswijk? Zeker. Moeten we vaker doen of niet? Zeker weten. Wat vond je de leukste attractie wat hier stond? Ja, goede vraag. Dus, maar ik kwam hier bij Winterswijk, vond ik wel super. Nou oké, okay. Ja, ik vind alle attracties wat hier allemaal staat super hoor. De pretest vond ik sowieso super. Hij blijft de innerste mooie pretens, super pretens, mooi in het ledverlichtingen en ja, best wel van alles. Maar ja, ze zijn er ondertussen door aan het afbreken en de Swingpop, dames en heren, is ook lekker aan het afbreken. Dus ik ben blij dat we er vandaag zijn gegaan. Daar ben ik ook blij mee. Ja, toch? Mm-hmm. Maar de polyp die maakt het wel ook een mooie. Ja, die polyp is super snel attractie, man. Zeker. Ja, die boobietrappertouw, ik zou wel zo'n. Ja, de boobietrappertouw, die funhouse die achter mij, dat was sowieso een leuke attractie. Ja, en de pretens sowieso, hè. Alle feste pretens machine. Je ziet daar zo jou staan. Ik had veel van wat is dat? Joehoe! Nou, ze zijn allemaal laatste dingetjes aan het doen en ze zijn allemaal aan het afbreken. De muziek is allemaal uit. En ja, het is allemaal tijd om te gaan sluiten en we gaan richting de treinstation. Maar ik vond het wel een leuke kermis voor dit seizoen. Jij, Robert? Ik ook. Maar ik vond het ook om te zien. De Booster Max die daarachter. Dat vond ik wel mooi om te zien. Ja, de Booster Max vond ik ook als ik een leuke tracé. Nou. Ik bedoel wel muziek, maar dat is gewoon een jingle, dames en heren. Nou, we gaan richting het treinstation. Maar ja, het was wel leuk, toch? Zeker. Leuke kermis, hè? Ja. Wat ook zo mooi was, de olifant en de dino. Ja, dat was sowieso leuk. Nou, de funhouse is dames en heren aan het afbreken. Wat voor hun is het al afgelopen. Ja, de kermis gaat sowieso dicht. Maar kijk maar. Die attractie hier zo is ook allemaal aan het afbreken. Ja, zullen we maar gaan? Yep. Ja, Robert, wat vond je trouwens van de simulator? Ja, leuk! Nou, een soort simulator, maar dan met de bril op. Voor jou de drie. Virtual reality bril. Ja, dat zeg ik toch net. Oh ja. Van een koek. Dat vond ik wel mooi om te zien. Ik heb de Dino Park gedaan. Ja, ik had. Jullie hebben het al gezien toen ik zo deed. Dat was toen de vleermuis op mij afkwam. Maar dat was wel leuke attracties. Maar waar ik dan nog van schrok? Ik denk van.
Huh? Uh-oh, T-Rex. Ik vond het sowieso leuk. Moeten we het vaker doen ook? Ja, dat zeker. Zo, ju. Nou, de boost is lekker door aan het draaien. Ja, of misschien de mensen zijn aan het doordraaien. Ik denk misschien de tweede. Ja, ben je de tweede? Hoezo? Dat ze gewoon een kick vinden. Nou, helaas komt dit aflevering van En de Kermis aan het einde. Maar jij vond het wel leuk, Robert? Ik vond het zeker leuk. Mooie attracties, mooie ritten. En de eerste keer naar Winterswijk voor jou? Ja. Vond ik zo vet om te doen. Ja, maar het was wel leuk, toch? Zeker weten. Zoals die Boobytel Hotel. Ja, dat was heel erg leuk. Yep. De Boobytel Hotel. Ja, ik vond de Mega Polyp leuk. De Booster vond ik leuk. Ja, Booster Max dan. Van de vroeger. En de Pretense vond ik ook sowieso leuk. En de Swingpop was leuk. Wat ik de mooiste attractie om mezelf om te zien, was de Booster Max. En om in te zitten? Nee. Nee, en om in te zitten? Wat voor attracties dan? Pretense. Ja, tuurlijk. Booster Hotel. Ja, dat... Polyp. Mega Polyp, de snelste van Nederland. De American Trip? Ja, die was ook superleuk. Ja. En de VR. Ja, maar dat heb je al gezegd. Klopt. Ja, we zijn hier in het loop... Het Spookstad. Want alle winkels zijn dicht. Toen wij eraan kwamen, toen was het allemaal open. Yep. Maar Robert, op welke kermis zien we elkaar weer? Doetinchem. Doetinchem, ja! Ja, jullie hebben het gehoord, dames en heren. Robert is... ik ben van plan om Robert overal mee te nemen. Zoals Doetinchem, Zevenaar. Ja, sowieso Zevenaar, want het is heel dichtbij. Arnhem. Ja, Arnhem neemt hij altijd maar mee. Duiven, ja. Maar gisteren... dit jaar hebben we dat gemist, want dat heb ik al gisteren gedaan. Yep. En... Wat nog van ons eruit komt is Arnhem, Duiven, niet maar Schiedam. Nee, Duiven heb ik ook gedaan, sinds gisteren, want daar was niet zoveel, zoveel aan. Doetinchem eerst. Dan komt Schiedam. Voor jou Bocholt. Ja, Bocholt, daar heb ik zin in, jongens. En voor mij Arnhem. En met jou erbij. Ja, en dan is de kermis afgelopen. En moet je niet mijn stem hebben, want mijn stem is een beetje... Ja, mijn stem is ook even aan het knoppen, denk ik hoor. Want ik heb me zoveel uitgeleefd en zoveel uitgeschild. Ik ook. Maar dat was wel leuk, toch? Dat was zeker leuk. En ik heb weer een breakdance gedapt. Ja, dames en heren, heb het weer gedaan. Dames en heren, heb het weer geflikt. De dap in de breakdance. Net als er, de tweede keer van dit jaar. De eerste was in de technodance en nu in de breakdance. Ja, oh ja! Ik denk, joh, je zat te denken van... Okay. Ja, vorig jaar ging je ook in de breakdance steppen. Ja, dat was precies bij dezelfde breakdance. Dat is hem ook, de. Nou, helaas komt deze kermis aan het einde. Ik heb van alles gedaan. En we hebben het geflikt, dames en heren. Het gaat nu opeens regenen. En dat hebben we getroffen met de kermis. Jazeker, dat hebben we altijd als we naar de kermis gaan. Heel apart. Dat hebben we echt heel vaak. Zeker. Ook in Arnhem toen. Arnhem, Zevenaar. Maar de leukste is van Zevenaar. Dat jij in de Awonde Wild was. Maar dat hebben jullie helaas niet gezien. Oh. Serieus. Lee. Was ik zei net, ja. Ja, dan moest ik me kapot lachen. Yep. Hoe was het de kermis van jou, Patrick, vandaag? Nou, van mij was de kermis in Winterswijk best wel weer een aanradertje. Best wel leuk. Voor zeker voor herhaling vatbaar? Ja, dat zeker. Dat sowieso. Voor mij ook. Voor mij volgend jaar weer. En ik ga volgend jaar ook mee. Ja, is dat zo? Als Nistus komt, ga ik wel heen. Daar wil ik wel meemaken als je meegaat.
Ja. En ik hoop dat we volgend jaar niet weer onze stem laten knoppen werken. Nou, onze stemmen zijn wel even uit de knoppen. Nou, dames en heren, helaas komt deze aflevering aan het einde. Ja, Robert, tot op de volgende keer, maatje. En doe terug. Volgende week. Ja. En. Weer even wat met dat actie. Ja. De tornado. Nou, dames en heren, tot kijk. Vergeet niet te abonneren en te liken. En tot graag op de volgende kermis en doet hem. Met hem. Yep. Droeg. Allebei tegelijk. Allebei tegelijk. 1, 2. Doei. Maar zo.